partners van Limburg vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ofoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand en Ons Huis Reuver. En welkom terug bij een nieuwe aflevering van Limburg vandaag. Het wordt 5 november 1952. In Amerika worden net de verkiezingen gaande. En president Eisenhower heeft net gewonnen. En op dezelfde dag, de 5 november 1952, toen ging er van start in de Limburgse kranten, namelijk non-stop Suske en Wiske. Jacques Mono uit Weert, hartelijk welkom. Je bent, mogen eigenlijk zeggen, een echte Suske en Wiske liefhebber. Ik ben er met opgegroeid. Ja, maar dat zijn we eigenlijk allemaal. Want vervolgens het 60 jaar lang deze strip dag in dag uit in het Limburgs Dagblad gezet. En ik deed dat vroeger, hè? Die allemaal uitknippen en plekken. Deze sticht dat ook? Daar ben ik met begonnen. Op een gegeven moment heb ik ze zo bewaard. Dus ik heb niet alles meer, maar ik heb nog veel. Je bent zelf ook tekenaar. Wat vind je het mooie aan Suske en Wiske? Ik heb leren tekenen door Suske en Wiske nooit te tekenen. Joh. Dus wat vind je er mooi aan? Ja? Hoe moet ik dat uitleggen? Het is nostalgie, het is van alles, het is menselijk. Ik moet zeggen dat ik wel van de vroegere jaren 60 verhalen, heel de jaren 50, 60, vind ze nu wat minder, eerlijk gezegd. Maar ik lees ze nog steeds. Ja, want dan hebben ze het over Willy van der Steen is helaas niet meer ongerust. Dat is de originele tekenaar natuurlijk. Het over, door Anne-Lotte overnummer. Klopt. Is daar met een beetje het hart weggegaan, goed Suske en Wiske? Ja, en nee, ze proberen het natuurlijk allemaal. Hè, maar het echte hart van vroeger zit je minder in. Dus ze proberen het wel. Ja, ja. Ja, ja. 1945 wordt de eerste aflevering van Suske en Wiske. Dat was heel lang in het boek werken. In de Belgen, het is toen een ongekend succes geworden. Het is een van de meest succesvolle stripverhalen uit België. Waarom is dat zo succesvol, mensen? Ja, dat weet ik niet. Het is het menselijke. Ze maken van alles mee. Er zit een gouden formule in dat ze door professor Barbas overal terecht kennen. Ze zullen in allerlei tijden en ze hebben vervoermiddelen om overal naartoe te gaan. En dus, tja, het is een combinatie van alles en nog wat aanstekelijk en aantrekkelijk is. Joh. Het woord vroeger, toen ik er met kennismaking gezeten, het woord. Ja, wat mag ik dat zeggen? Dat was fascinerend. Je werd verslaafd aan de krant door die strip, zal ik zo maar zeggen. Hè. Dus laten we even kijken naar de hoogtijdagen. Het worden jaren 70 en 80. En toen stond de strip van Suske en Wiske binnen in 60 dagbladen. Ja. Dan was dat vele malen minder geworden. Ja, de kranten die zijn. Dat weet je, nu bestaan er nog eens geen 60 verschillende kranten in Nederland. Om dan eens met te beginnen. Dus er zijn heel veel kranten. Ik heb het allemaal uitgezocht, alle kranten door heel Nederland. Door allerlei gebeuren fuseren ze, net zo ook in Limburg. Hè. Dus in de jaren 50 worden 4 verschillende kranten onafhankelijk van elkaar. Nu bestaat er eigenlijk nog maar 1, onder 2 titels weliswaar. Door fusies, door dit en door dat. En zo zijn in heel Nederland ook geweest. En nu zijn alle kranten die zijn kleiner geworden, compact. En ze, ook voor de losse verkoop. Dus de vervolgverhalen die zijn er eigenlijk goed weggehaald door heel Nederland. Behalve net in de Limburgse kranten bleven ze erin staan. Ja. En daarom stonden ze nu 60 jaar in vandaag. Ja. Ja. Gefeliciteerd ook aan de kranten. Laten we wel even terugkomen. In het begin was het iets anders. Toen ging het eerst in de krant. Ja. Om vervolgens als boekwerkje te verschijnen. Nu is het omgekeerd. Ja, eerst is het boekwerken er. Vind ik jammer. Eerlijk gezegd vind ik jammer. Want het wordt in de krant heel spannend. Dus ik ging eerder kijken hoe het verder ging. Mm-hmm. En later, toen wordt het natuurlijk het verhaal compleet. En toen zocht ze natuurlijk, kost het een keer een boekje zijn natuurlijk. Maar nu ligt de beugel lang in de winkel. Mm-hmm. Dus dat vind ik een beetje raar dat het een beetje later nu in de krant komt. Ja, eigenlijk was Willy van der Steen en Suske Wiske de uitvinder van de cliffhanger. Hè? Dus wat we nu bij goede tijden, slechte tijden altijd zien. Ja. De mos iets spannends metnemen naar het volgende episode. En dat wordt het leuke van Suske en Wiske, vooral van der Steen, dat de cliffhanger eerderdag met een soort humor in. En een grap en iets om te lachen en zo. Daarom verlang je ze ook eerder voor je dag weer van wie ging het verder. Hè? Ja. En dat is nu ook allemaal een beetje. Je hebt minder natuurlijk in deze tijd. Een van de bekendste cliffhangers ooit in de krant, en misschien kent Gerard nog herinneren, wordt uit de editie De Stalen Bloempot. De cliffhanger eindigde als volgt. Lambiek hoort een hartverscheurende kreet en dan is Suske dood. Ja. Puntje. Ja. Om de volgende dag weer te gewoon dood eenvoudig flauwgevallen, want de bijl heeft hem niet geraakt. Ja, ja. Ik heb zich dan nog herinnerd dat ze geen slaaploze nacht heeft gehad als kind. Ja, maar het grappige is, nu haal ik een verhaal aan wat net voor dat ze in Limburg in de krant komt. Dus dat ze in de Belgische krant. In België staan ze al vanaf 1944 in. Dus dit verhaal is uit 1950.
En de Siskes en Wiskes in Limburg kwamen er in 1952 in. Hè. Dus toen dat verhaal kende ik niet uit de krant, maar wel uit het stripverhaal zelf. Hè. Maar ik ben opgegroeid met de wilde weldoener en dat soort vormen, cliffhangers en al die verhalen. Nou, dat is geweldig, ja. Ja. Toen kwam het tijdperk dat we onder andere ook tekenfilmpjes ervan gingen krijgen. Jo. Suske en Wiske kregen een stem. Lambiek kreeg opeens een stem. We hebben er een klein voorbeeldje van. Wat deed dat met dicht toen het op een gegeven ogenblik vertolkt werd op het witte doek? Het ligt eraan wat je laat zien, want ik vind, oh, dit zijn de televisietekenfilmpjes, dat is heel karig gemaakt, dus vol kritiek op geweest. Dus ze hebben nauwelijks geld in gestopt het over het effect. Dus ik heb ze op video, maar ik vind ze niet interessant. Dat is aan de hand van bestaande verhalen. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld Kuifje hebben ze veel meer aandacht aan besteed aan de tekenfilms. Die worden ook gemaakt voor het bioscoop. Hè. En later komen er ook bioscoopfilms met een echte acteurs. Waarvan Tante Sidonia blijkbaar altijd in de mensen moet zijn. Wat ik verschrikkelijk vond. Dus vond je ook niks. Mm-hmm. En een paar jaar geleden is er een digitale tekenfilm geweest van Suske en Wiske. En morgen. Eigenlijk ga je zo even als Walt Disney dat veel beter kunnen doen. Dat maar, zeer zeker. We hebben het niet voor het zeggen. Ja, dat is echt voetverzamelaar van alles wat met Suske en Wiske te maken heeft. Zijn die zaken nu ook waardevol geworden door de loop der jaren? Ja, wie ooier, wie waardevoller. Eerste uitgaven zijn altijd waardevoller als later. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik dat lang niet allemaal heb. Ja. Dus ik heb ook veel oud materiaal. Ik weet niet of dit... Ja, maar dit is heel erg... Dit is een eerste Hollandse druk met een speciale achterkant. Dat is goed gelezen, dat zie je gewoon natuurlijk. Maar dat is een hele lelijke versie, dus het is weinig meer waard, want het ziet er niet uit. Hè. Dus, maar dit is het eerste verhaal in de Limburg. Wat zeg? Een echte verzamelaar heeft er veel geld voor over. Ja, dat klopt. Maar goed, dat moet de beurs ook toelaten natuurlijk. En ja. Ik ben wat dat betreft werkzoekend qua schildertekenwerk, dus dat is immers nog wat heet. Dus, oh ja, dat wil ze nog zo graag ketteren. Ja, zeer bedoeld. Ja, dus dan toch is even, want het is eigenlijk heel erg beroemd. Dat hebben we niet zozeer gezien, nou, maar vertel me maar eens even het verhaal achter dit boekwerk, De Laatste Vloek. Nou, de tekenaar, dat is de derde tekenaar, de tweede, nou Willy van der Steen, dat is dus nou Willy van der Steen kwam Paul Geerts en dan nou Mark Verhagen, die heeft dat verhaal getekend. Mark Verhagen ken ik persoonlijk, de tekenaar. Ik heb hem wat informatie geleverd over bepaalde dingen. Ik ben bij hem in de studio geweest en als dank heeft er mij afgebeeld in dat stripboek. En twee andere verhalen die er nog komen aan. Welke rol heb ze gekregen? Niet zo'n leuke rol. Ik ben nog in een soort... Wie mag dat? Kwade genius? Ja, ik werd later in de twee albums weer een soort kwade genius. En toen heeft er mij ook van kant laten brengen, min of meer, in die verhalen. Wat minder. Maar goed, dat is als dank heeft er mij afgebeeld. En het grappige dus ook, ik stond meteen ook in een Franstalig album. Mm-hmm. Dus deze stond met Canada lekker in de winkels. Ja, dat moet ik even zeggen. Het is toen achternaam achterom gespeld. Dat is Monen. Dus de werd stond Nenom. Profeet Nenom. Ja, daar hebben we daar een foto van, want het bleek ook nog een klein beetje te maken te hebben met wie ze er werkelijkheid uit is. Ik weet niet of we hem in beeld kunnen krijgen. Deze foto uit het stripverhaal van De Laatste Vloek. En daar is een afgebeeld, we zien hem door. Ja, daar zit wel een bepaalde mate van gelijkenis. Hè? Het is aan de hand van een echte foto en ik moet ook zeggen dat het een verrassing was, want ik wist het niet. En nogmaals, in België staat het eerst wel nog steeds eerst in de krant en dan ook in album. Dus een kennis van mij, die belde mij op, van hé, hey, moest de Belgische krant van vandaag kopen, want dit en ze herkende dus dich. Het was een grote verrassing inderdaad. Ja. Zij zat net zelf al tenslotte, bis tekenaar, kunstenaar. In hoeverre ben je geïnspireerd door Suske Wiske, nog meer dan dat ze er met begonnen is door het over te tekenen? Ja, daar heb ik door leren tekenen en schilderen, maar ik door ook portretten tekenen van alles. Ik heb voor de Limburgse krant heb ik rechtbanktekeningen vroeger gemaakt. Helaas is dat niet meer figuur, maar de carnavalskrant heb ik aan metgewerkt en weer de rubrieken heb ik voor getekend. Ik maak wandschilderen, ik maak portretten, karikaturen van alles. Het is niet precies Suske en Wiske, het kan. Ik kan de Suskes en Wiskes zoals hier op staat. Ik kan ze zo nauw tekenen allemaal. Dit zijn ze allemaal. En dan dus toch, 60 jaar stonden ze vandaag in de krant met dit soort vervolgstrips. Elke dag weer. Wie lang kan dit doorblijven gewoon? Is Suske en Wiske tijdloos? Ik heb geen idee. Ja, ik denk wel dat tijdloos was. Er is wel een dikkere sprake van geweest. Nu is het niks meer. Dat zal niet lang meer bestaan. Mm-hmm. Ik denk dat het wel altijd blijft bestaan. Net zoals Donald Duck. Dus oké. Jacques Moonen uit de wereld, bedankt voor de komst naar de studio en het verhaal over 60 jaar Suske en Wiske in de Limburgse kranten. Dan gaan we naar iets totaal anders. Het begon allemaal als een ludieke actie. Waarom zouden niet een paar fans kunnen slapen op het podium na het slotconcert van Rowenhijzen? Ah, het was maar een ludieke actie.
Nee, want dat hele ludieke werd toch op een gegeven ogenblik heel serieus opgepakt. En het is gebeurd voor Nancy en Harm Winkelmolen. Die hebben dus de nacht na het concert geslapen op het podium. Nancy hebben we aan de lijn. Goedemiddag, Nancy. Goedemiddag, hallo. Nou, dan moest ik me even één ding uitleggen. Dat is toch een zwijnenstal na zo'n concert om dan doorin te gaan slapen? Nou, ik moet zeggen, dat valt echt reuze met. Dat zoekt er weer perfect uit, moet ik zeggen. Dus dat was geen zwijnenstal, nee. Ja, wie is de nacht nu verlopen? Goed nou, geslapen? Nee, dat helemaal niet, want we zien alles behalve uitgerust naar dit weekend. Hoe de nacht is verlopen? Nou ja, we kregen sowieso keertjes voor het concert. We zullen op zaterdag gewoon... We zien al op vrijdag overdag geweest. En daarna hebben we de mannen van Roon Heer, ze mogen ontmoeten. En nou ja, ze kosten allemaal ons verhaal. En ja, dat was wel leuk dan hem even te zien. En ja, daarna weer gauw genoeg uitgenodigd om in het bed te gaan liggen, zeg maar. Dus toen was de grote zaal schoen geveegd. Het podium was een beetje opgeruimd. En er stond een bed voor klaar. Ja, het Jacques Poels nog een bedtime story verteld? Ja, de heer is inderdaad van Roodkapje voor gelezen, ja. Nou, ja, zit er eigenlijk wel... Ja, persoonlijk ook geraakt door, want je hebt met Roon Heijs op meerdere manieren. Vertel eens. Ja, nou ja, goed. Sowieso komen we allebei wel uit de buurt. Ik ben zelf in Evenzoord opgegroeid, gemeente Zevenum. En nou ja, ik ging een horse naar school. En ik werd grotter en Roon Heijs werd ook grotter. Uiteindelijk, bij een concert in Heleneveen hebben we Harm en ik elkaar ontmoet. Ik was toen 16 en hij 21. En ja, daar kwamen we elkaar tegen. En toen is dat eigenlijk altijd een beetje aan ons blieven plekken. En we zien heel veel naar naartoe geweest en veel concerten gedaan. Sowieso alle slotconcerten. En ja, toen we trouwden, toen is ons vrienden geregeld dat ze ons een videoboodschap hadden ingesproken. Dus de mannen van Rone is. En ja, dus het is altijd zo'n beetje aan ons blieven hangen, ja. Oké, en dan tot slot nog een lekkere nachtrust. Natuurlijk een fix ontbijt, oog door de mensen van Roonhezen geserveerd, of dat toch niet? Nee. Die mensen die moesten nog twee concerten gewoon, dus die waren een beetje goed aan het rusten. Dus de dames van Slot TV, zo heet het dan, het programma wat Roonhezen heet op hun website over het hele slotconcertenverhaal. Dat doen die organiseren, dus filmen en interviewen. En die hebben ons ontbijtje verzorgd. Oké, Nancy, ik zou zeggen, de liks vanavond weer lekker in hun eigen bed. Wel te rusten voor straks alvast, hè? Oké, bedankt hè. En bedankt voor deze reactie. Het wordt een leuke hotel. We hebben niks voor dicht, Katje, om eens een keer een concert lekker te blijven slapen. Nou, ik lig toch het liefst in mijn eigen bedje, moet ik zeggen. Ja, maar hoor ze wel niet in de hoes toe. Ja, dat is voor. Ja. Dat is voor. Best wel altijd de laatste. Dat is wel weer gezellig. Ja, kind kroeg inderdaad wel sloeten op zo'n moment. Ja, de is helemaal in de sfeer, hè. Het rood, geel en groen prijkt al weer. Bist dat de kloven voor het nieuwe vastelovenseizoen? Ja, helemaal. Het kriebelde af. We hebben gisteren het Nijleedje Maastricht maar geuitroepen. Dat heb ik ook al met gedaan. Een hele chique dag. En we zien natuurlijk klaar voor het komend weekend. En dan de rest van het seizoen wat nog gaat komen. Ja, want we gaan het er straks ook over hebben. Over de opening van het vastelovenseizoen 2012-2013. Ja. Maar muzikaal zit je er natuurlijk al veel langer mee bezig. Ja, eigenlijk al meteen weer. Als de carnaval gedaan is, dan begint ze alweer voor het volgende jaar na te denken. En te schrijven en te plannen. En zo gaat dat weer bij, ja. Ja, dat seizoen komt eraan. 7 oktober hebben ze nog een nieuwe cd gelanceerd. Ook het met vastelovend te maken? Of dat nee, eigenlijk heel weinig. Ik heb ze weinig natuurlijk. Ja. Lekker dwees. Er stonden natuurlijk wel vastelovensachtige nummers op. Maar ook gewoon feest, Limburgs en zelfs ook soms gevoelig en een beetje rock. Mm-hmm. Dus eigenlijk is dit een cd voor het hele jaar en niet alleen voor vastelovend. Mm-hmm. Maar wat optredens betreft is het natuurlijk in het vastelovendseizoen wel veel drukker als de rest van het jaar. Ja, maar het is doen product. Je bent er zelf man van. Wat deed deze cd nu met je? Ja, het is geweldig. Ik ben er heel gruts op, wie we dat in mijn streek zeggen. Het is een product dat ik toch 2 jaar ongewerkt. Heel veel zelf geschreven. Ik ben lekker weer, zo heet de cd ook. En ik hou ervan om toch een beetje anders te doen dan wat anderen doen. Niet wat leuk. Eindwedrijf van ik verwachten. Dus ook veel nieuwe liedjes. Wat wel heel moeilijk is natuurlijk. Want die kennen de lui niet zo makkelijk in het gehuur. Als in een cover. Mm-hmm. Maar ik vind dat zo leuk om een eigen nummer te maken. En sommigen zelfs ook zelf te schrijven. Dat is inderdaad wie ken ik het ding. Dat maakt ze zelf. Dat creëert ze zelf. Dat gij ze opnemen. En dan is het zo spannend als ze dat van de studio krijgt. Dat is echt geweldig. Ja, het kenneke geeft nu zelf de wijde wereld in. Met een trotse mam. Ja. Is zo'n kenneke noodzakelijk om nog carrière te maken in de muzikale wereld? Moet een eigen hebben.
Ja, ik denk het wel. Kijk, het is niet meer zo dat ze de cd's echt moesten hebben voor te verkopen, want IT is voorbij. Het wordt toch wel meer gedownload of via YouTube of wat dan ook geluisterd. Maar een cd is toch wel een heel belangrijk PR-instrument, een visitekaartje wat ze wel moest hebben. Mm-hmm. Vooral ook naar dj's en organisaties toe. Te kunnen overhandigen dat ze ook weten wie ze is. Want daar liet ze dat op huren en daar liet ze dat ook op zien. Ja. Dus dat is wel heel belangrijk om te hebben. We hebben straks nodig mogen loesteren een nummer van de CD. Maar dan kent ze natuurlijk niet weg gewoon zongen dat ze nog één nummer hebben laten horen. Ja, dat is ook heel anders. Welk nummer heb ze geselecteerd voor? Ik heb zelfs een heel serieus nummer gezongen. Dat had ik speciaal voor mijn opa geschreven. Dat had ik ook altijd in gedachten. En het volgende nummer, dat is best wel toepasselijk op wat ik vandaag allemaal gehoord heb. Dat gaat over mager en gezond. En dat is eigenlijk met een beetje spot, want ik ben natuurlijk niet de smalste. En als iemand mij vreugt, dan zeg ik ook altijd, mager en gezond. Wie gaat het met? Ja, mager en gezond. En Justine van Cartouche, die heeft het liedje voor me geschreven. Ja, dat is heel toepasselijk en heel gezellig. Oké, Katja, de bühne is voor dich. Goh, nou, mijn collega, de pakt dicht de microfoon aan. En ja, wat Katja ermee bedoelde, kent je nog zin in de herhaling van Limburg vandaag? Want onder andere worden deze uitzending de relatie tussen koude en afvallen. Nou, ik zou zeggen, de bühne is voor Katja mager en gezond. Katja van de nieuwste CD, lekker dweers. Ja, Rob Dijks, presentator van Aden Nu in Heerlen. Daar kregen we dan zin in, hè, de vastelovend. Ja, absoluut. Met zo'n muziek, dan geeft het erop aan. Ja. Nog een paar dagen en dan is zoiets in Heerlen. Dan gaan we echt starten. We kunnen aftellen. En als je nog altijd denkt dat de opening van het vastelovendseizoen plaatsvindt op het Friedhof om bijvoorbeeld 11:11 en dat dat het eerste evenement is, dan moeten we u toch een klein beetje lesgeven in de Heerlense activiteiten. Want Aden Nu vindt plaats
de dag ervoor, precies op middernacht. Hè? Vertel het. Tuurlijk, daarvoor is het oud op nu. Hè? Mm-hmm. Kijk, 2006 is dat een beetje ontstangen, dat idee, om te doen wat nu was. En natuurlijk, 11 op 11, op de 11e, van de 11e, in Maastricht, door is de opening. Maar eigenlijk is het natuurlijk net zoals met nieuwjaar, na de Christmas, 31 december, 1 januari, 10 november, 11 november, dan gaat dit gebeuren. Dan is de start van het nieuwe vastelavondseizoen 2012-2013. Ja. Nu doet je het voor de 7e keer organiseren. Ja. Ook dit evenement is gegroeid van klein naar groot, net als de 11e van de avond op het Friedhof? Ja, absoluut. 2006 hadden we geloofd te vertellen, worden zo 800 lui. Vorig jaar worden al 3500 en dit jaar, ook omdat het op zaterdag is, verwachten ze echt meer dan 4000 lui. Dus we zijn het heel erg benieuwd. Wie groeit je met als organisatie? Ik denk vooral ook om het evenement een eigen karakter te geven. Het evenement staat natuurlijk chic op het Pancratiusplein in Heerlen, waar de terrasjes eromheen zijn. Maar ze proberen vooral ook om een podium midden in het publiek te zetten, zodat het publiek van alle zieën de artiesten kunnen zien. Dat is een enorme grote paraplu van 700 vierkante meter. En dan met de Pancratiuskerk op de achtergrond, ja, ziet dat fantastisch mooi uit en geeft dat echt een heel bijzondere sfeer. Ja, de 11e van de 11e moet je op een gegeven moment uitwijken naar een ander plein, het Friedhof, om nog meer mensen aan te kennen. Het worden 20.000 en meer. Ja. Is dat ook uitstreven of wil je toch wat kleinschaliger houden? Dat is denk ik niet uitstreven. We willen natuurlijk vooral op Pancratiusplein stemming en plezier maken. Dat moet de opzet zien. Want of de organisatie nu zit te wachten op hele toestanden met armbandjes en zo, dat geloof ik niet. Ja, lief kleinschaliger. Toch, het artiestenprogramma is er niet minder om. Nee, dat klopt. We beginnen al om 6 uur op zaterdagavond. En dan gaat het door tot 12 uur, want dan is het natuurlijk Ord op Nui. En dan nog een stond. Dus het is een 7-stond programma. Dat is nogal gek. En ik ga even geteld toen net nog. Het zijn 21 live optredens met alle artiesten die we zo kennen in Limburgs, neem ze maar op. Dan zanig of ze er zijn. We gaan het dadelijk allemaal over hebben. Maar vorig jaar, want toen hebben we er beelden van gemaakt, hebben we onder andere Erwin. En dat klonk toen zo. Bij oud en nu, vorig jaar. Komt dit jaar ook? Ja, zeker komt het. Maar dat is nu aan die beelden voor wie sfeer het is, wie sfeervol het is. Ook vooral met het leeg, daar werd ook erg veel aandacht aan besteed. En Erwin is er natuurlijk, maar Beppie is er, Wiedrij is er, Cartouche is er. Eigenlijk zijn ze er allemaal die de vastelavond Limburg groots maken. Eén ding wat me heel uniek opvalt, hè? We komen overal, we komen in Valkenberg met TV Limburg, we komen bij Statie voor Statie, is dat ronde podium, echt in het midden ervan. Ja. Van de tent en van de overkapping. Is dat een bewuste keuze rond het podium? Ja, dat is een hele bewuste keuze. Juist om zoveel mogelijk publiek de kans te geven erom hen te storen en ook erbij te huren. Om deel uit te maken van het optreden van de hele show. Het publiek deed met en dat kan met een rond podium. En de artiesten kunnen er volop gebruik van maken. Door dan ook inderdaad al die lui die er nerven stond, wie zo'n spreken aan te kijken. Want ook voor de artiesten is dat een unicum, zo'n rond podium. Wie reageren die erop? Ja, het is een unicum, maar ze moeten er ook aan wennen. Hoor. Het is net je kind door ze 1, 2, 3 met omgaan. En de merk ze wel op het moment dat ze terugkomen, dan weten ze, oh ja, vorig jaar was het zo. Dan gewoon ik genoeg op aanpassen en er gewoon een groot feest van maken. Ja, zien we op de achtergrond, groot feest. Erwin deed in ieder geval goed. Dat draait gewoon, gaat rondjes, zodat iedereen hem kent zien. Ja, toch het programma nog heel even. De grote mensen komen er, maar toch begint je ook met een beetje Parkstad-accent. Vooral vroeg op de avond. Ja, de organisatie is in hang van de stichting cultuur, Spas en Cultuur van Parkstad. En we kijken natuurlijk ook naar artiesten uit Parkstad zelf. Bijvoorbeeld ik kom die Angertzwaai, die komen Bochels, Drinkbullen zijn door, De Bullies zijn door, Frits Pel is door.
V&D is door. Dat zingt ze zelf in mensen. Oh, ik zelf. Wil zich dan niet even schizofreen als ze Enmos presenteren? Nee. Enmos met zingen. Nee, dat is heerlijk. Want als al die artiesten zo zingen en het volk deed zo met, dan is het toch wel chic om dan ook even zelf door deel van te mogen maken. Ja, hoeft me niet te vertellen wie dat vult. Die adrenaline als presentator op zo'n bühne te mogen gewoon staan. Wanneer is voor dich zo'n dag geslaagd? Op het moment dat het volk eromheen echt goed meedeed, met kan zwingen. De zus aan de lui, want die hield ze dan toch in de gaten of ze er spas en plezier aan had. En het weer ook nog een beetje metwerken, want het is toch een buitenactiviteit. Mm-hmm. Overigens, die paraplu die is toch wel 700 vierkante meter. Een hele hoop lui kunnen er onder. Maar niet alle lui. En dat is toch wel een beetje op die komen en dan ben je vooraan en is dat opgelost. Zo is dat. 6 uur beginnen we. Dus, ja. Net zoals in Maastricht de Schenk Kraft Compagnie de 11e van de 11e organiseert, is hier eigenlijk ook een vriendengroep. Hè? Een kleine groep mensen die betrokken. Maakt dat het evenement ook zo bijzonder? Ja, dat denk ik wel. Zoals ik net al zag, 2006 is het begonnen. Toen was Bart Kuipers eigenlijk de gangmaker, had dat op gang gebracht. Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk moeilijk om zo'n evenement nog in stand te houden. En er moest toch lui aan die elkaar goed kennen, die het van elkaar kunnen verdragen en die dan dat zaakje weer over de buurt brengen. En Jeroen Haas is nu de man die dat probeert. En het is hem dit jaar weer gelukt. Ja, het zijn allemaal vrijwilligers. Hè? Het zijn mensen die het niet professioneel doen. Hè? Nee, het zijn op de avond zelf zijn er sowieso 60 vrijwilligers in de weer om alles in goede banen te leiden. En die zijn natuurlijk heel dankbaar dat die dat willen doen. Oké, okay, wanneer drinken ze zelf de eerste pilskop vandaag? Nou, Ingo. Snachts. Nou, Ingo, als de cluster erop zit. Ik moet toch alles goed meekrijgen. Oké, okay, voor de lui die het allemaal niet goed kosten metschrijven, waar moet ik zijn en wanneer moet ik er zijn voor de opening van de Vastelovend in 2013? Pancratiusplein, in Heerlen, bij de Pancratiuskerk. En het begint om 6 uur en we gaan door tot Ingo s'nachts. Ja, en mocht je er zelf niet bij aanwezig kunnen zijn, dan is dat nog niet erg. Want veel gewoon moed zenden. Ja, leuk. De tweede keer op een rie. En bij ons kunt je ervan genieten van al die beelden vanaf het Pancratiusplein in Heerlen om 7:55. En heb je het wel over 7:55 in de ochtend. Dan kunt je hier samen genieten van al die artiesten. Je mocht er, en dat is dan zondig natuurlijk, je mocht er zelf bij aanwezig zijn. Maar lukt dat niet, kijk je gewoon naar TV Limburg. Rob, bedankt en heel veel succes bij de voorbereidingen. Dankjewel. En dan bezet erop deze uitzending van Limburg vandaag. Maar niet getreurd, morgen is er weer een nieuwe aflevering. Dan onder andere hier live in de studio te gast, Danny Christian. Wilt je erbij zijn? Je zit van harte welkom vanaf 4 uur in het retailpark in Remuin. Namens het hele team van vandaag, bedankt voor het kijken en tot morgen. Partners van Limburg vandaag zijn Kastelein Fashion en Dennenbeek, Ofoer, Marijke Paradiek Hair & Beauty, Brand en Onthuis Reuver.